Ja, koop een tweede huis als je er geld voor hebt. Of ga naar de. Nee, ik zou juist die mensen die dat soort dingen overwegen, zou ik juist willen aanraden om iets van een stresstest te doen voordat ze dit doen. Dus niet alleen kijken van kan ik dat tweede huis nu betalen, nu de hypotheekrente 1,5% is, maar kan ik het ook nog betalen als de hypotheekrente weer naar 4 of 5% zou gaan. Gaat dat ooit nog gebeuren dan, denkt u? Waarom niet? Ja, en dit is uiterst interessant. Want hier wordt opnieuw die 4 à 5% erbij gehaald. En dat is wat Klaas Knot 2 weken geleden bij Buitenhof ook al besprak. Die 4 à 5%. Dat lag niet direct in de lijn der verwachting. Het lag in 2020 overigens ook niet direct in de lijn der verwachting. Sterker nog, hij zei, ik zie de komende jaren geen reden. De komende jaren dus geen reden voor een duidelijke trendomkeer. Nou, die duidelijke trendomkeer hebben we gehad. En dat was dus al 2 jaar na dit interview. Maar hij zegt dus hier opnieuw, houd wel rekening met het feit dat die rente zo weer naar 4 à 5% zou kunnen.